Ja, en hier gebeurde het dus. Ja. Die meneer die kwam van achter die bosjes op mijn hond inrijden. En ik greep zo mijn hond en hij greep mij. En er ging iemand voor me staan en die heeft een enorme dreun verkocht. Die viel op de grond en daar beukte die heel erg in. En die kon loskomen en die is de politie gaan bellen. De man wordt gearresteerd, maar is inmiddels weer vrijgelaten. Over de mishandeling heeft hij bij de politie verklaard last te hebben gehad van de honden. Volgens de hondenbezitters ergert de eigenaar van Eikenrode zich al jaren aan de honden op zijn landgoed. De regel is dat viervoeters niet bij de woning mogen komen, maar wel in de rest van het bos. En dan is altijd iemand de pineut, kinderen in de buurt en ja, ook andere mensen valt hij daarmee lastig. Maar een reden, want hier mag je lopen, dit is ons terrein. U heeft hem nooit wat misdaan? Nee, nooit. Ik ken hem ook heel verder niet. Ik ken hem alleen van hier. De schrik zit er bij haar en andere hondenbezitters goed in. Want de confrontaties lijken steeds hoger op te lopen. Ik ben daar ook echt bang voor. En de politie heeft mij ook gewaarschuwd dat ik beter niet kan gaan lopen. Maar ja, wie is hij om mij dit te verbieden? Het is hier prachtig. De eigenaar van het landgoed was niet bereikbaar voor commentaar.